Waar zijn we in godsnaam mee bezig? Een spoeddebat over een paar reeds bekende opmerkingen in de ministerraad. Principieel staatsrechtelijk interessant, maar het land staat in brand en onze debatclub hier maakt overuren. Zoals Monty Python het ooit cynisch stelde, this crisis calls for an immediate discussion. De Tweede Kamer is heigeriger dan ooit. Mondelingenvragen, spoeddebatten, 30 leden debatten, het houdt niet op. En tegelijkertijd is de Kamer oppervlakkiger en zwakker dan ooit. Kamerleden stemmen niet meer zonder last. De oppositie wordt 4 jaar lang genegeerd. En Kamerleden van de coalitie zijn verworden tot pantoffeldiertjes die gedwee hun hand omhoog steken bij de stemmingen. Macht en tegenmacht bestaan niet meer in dit parlement. We zijn van een dualistische droom terechtgekomen in een monistische nachtmerrie. En er is maar één echte schuldige en dat is de Tweede Kamer zelf. En natuurlijk kan ik ook Mark Rutte een verwijt maken. Waar is de man gebleven die, naar ik meen, in 2007 op een partijcongres zei dat de VVD staat voor vrijheid en verantwoordelijkheid? Er werden kiezers gezocht bij standpunten en niet standpunten bij zoveel mogelijk kiezers. En nu hebben we te maken met een premier met geheugenverlies, met strategisch lekken, met structurele discriminatie, de Rutte-doctrine die regelrecht in strijd is met artikel 68 van de grondwet en een premier die gemakshalve voor de verkiezingen alle kiezers van de PVV en Forum voor Democratie uit tactische overwegingen uitsluit. Kom op, Mark. Dit is echt beneden jouw waardigheid. En ook Wopke Hoekstra treft een verwijt. Hoe is het mogelijk dat het CDA zo moeilijk doet over Pieter Omtzigt? Het Kamerlid dat met grote afstand het beste Kamerlid onder ons is, wordt door zijn eigen partij geschoffeerd omdat hij zijn taak te goed uitoefent. Prezes collegium bij Minerva, partner bij McKinsey en dan zo meegaan in het politieke gekonkel. Kom op, Wopke, noblesse oblige. En ook Sigrid Kaag heeft steken laten vallen. 3 jaar geleden heb ik je gezegd dat ik dacht dat je de eerste vrouwelijke premier van Nederland zou worden. Slim, ervaren, kundig en met grote ervaring in het buitenland. En dan toch in de valtrappen van politieke spelletjes. Uitspraken als die mensen die op Forum stemmen. Wat zijn dat voor mensen? En binnenkamers stellen dat kritiek wel mag, maar dan binnen de kaders. Maar, en dat moet gezegd worden, je was de enige die het opnam voor kritische Kamerleden. Dus bravo daarvoor. Dus kom op, Sigrid. Stap in de voetsporen van de grote vernieuwers zoals Hans van Mierlo, Frits Bolkestein, Pim Fortuyn en Thierry Baudet. En zorg dat het systeem verandert. Zorg voor een correctief referendum, zodat de macht weer bij het volk komt te liggen en weggerukt wordt uit de achterkamertjes van dit uit de hand gelopen kabinet. En ook Gert-Jan Segers gaat niet vrij uit. Een christelijke partij die op Goede Vrijdag de premier een dolk in de rug steekt. Terwijl diezelfde partij al 4 jaar lang medeverantwoordelijk is voor deze verrotte bestuurderscultuur. Dus kom op, Gert-Jan, kijk rechts van je. En neem een voorbeeld aan de heren van de SGP die zich nooit zouden verlagen tot dit soort spelletjes. Voorzitter, maar ook de journalisten hebben schuld. Op een enkeling na, en ik noem bijvoorbeeld Ton F. van Dijk, zijn de meeste journalisten verworden tot frustraten die politiek bedrijven via een krant of omroep. Maar staatspropaganda is geen journalistiek en het is belangrijk dat de waarheid het wint van de leugens. Dus kom op, als jullie politiek willen bedrijven, wees dan zo dapper om lid te worden van een partij. Ga op een lijst staan en ga meedoen. Een beetje vuil spuiten aan de zijlijn voegt echt niets toe. Voorzitter, ook ambtenaren spelen een rol in deze discussie. Het afschermen van ambtenaren is een gevolg van de oekase Kok en dat dient te stoppen. Contact met Kamerleden moet mogelijk zijn en ambtenaren moet ook ter verantwoording kunnen worden geroepen. Is de premier dat met mij eens? Voorzitter, inderdaad staan in de notulen zaken die staatsrechtelijk niet de schoonheidsprijs verdienen. Zaken waarvan we weten dat die ook in elke organisatie voorkomen. Maar het land moet wel bestuurd worden. Er moeten 20.000 vermorzelde gezinnen gecompenseerd worden. Er worden miljarden verkwist aan foute klimaatsubsidies. De woningnood is enorm. Immigranten overspoelen ons land. De EU degradeert ons tot een nietszeggende provincie. En de aanpak van de coronacrisis faalt compleet. Het is onbestaanbaar dat op dat moment 80% van de gesprekken in de ministerraad gaat over de media en lastige Kamerleden. Dus onze boodschap zou zijn, stop daarmee. Stop met dit politieke gekonkel en ga in godsnaam aan het werk. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel. Deze interruptie van de heer Segers. Ja, hij is aan. Ja. Iedereen krijgt een tik om de oren. Iedereen moet aan de slag. We moeten echt, het land moet bestuurd worden. We zitten in een crisis. Tegelijkertijd dient de heer Van Hagen wel in de eerste termijn een motie van wantrouwen in tegen het hele kabinet. En als hij wordt aangenomen, dan is het hele kabinet staat onmiddellijk met de koffers gepakt buiten. Hoe kan het land dan bestuurd worden als deze motie van wantrouwen wordt aangenomen? De heer Van Hagen. Ja, zo grappig. De heer Segers doet het wel vaker. Hè? De morele hoogvlakte claimen, dat heeft hij een keer eerder gedaan toen hij mij ondervroeg over Theo Hiddema.
Dat is een beetje een valse interruptie. En het laatste over de coronavaccinaties was het ook. Toen begreep je het niet helemaal. En nu gebeurt dat weer. Kijk, dat het kabinet hier grote fouten heeft gemaakt, daar zijn we het allemaal over eens. Dus het is logisch dat ze een motie van wantrouwen in hun oren krijgen. En als er dan een nieuwe motie van wantrouwen wordt ingediend, natuurlijk steun ik die, want die heb ik al heel vaak gesteund. Ik heb zelfs al een motie van wantrouwen ingediend. Dus als die motie er komt, is het al heel raar als ik er niet tegen of niet voor stem. De heer Segers. Ja, de heer Van Hagen doet heel geïrriteerd, heel erg geraakt of zo door. Het is een hele feitelijke vraag, een hele rustige feitelijke vraag. Het is geen aantijging, gewoon puur een feitelijke vraag. Hoe kan het land bestuurd worden? U zegt de crisis moet worden aangepakt, die 20.000, 30.000 ouders moeten worden gecompenseerd. We moeten echt aan de slag. Hoe kunnen we aan de slag, hoe kan het kabinet aan de slag als het vanavond ontslagen wordt? Ja, de irritatie wat is uw scenario precies? Dat is een hele rustige feitelijke vraag. De irritatie zit denk ik niet zozeer bij mij, maar bij u. En daarom komt u ook naar voren en dat is uw goed recht. Het grappige is dat we u niet naar huis kunnen sturen. Dat is het probleem. U bent verantwoordelijk geweest voor deze bestuurscultuur. U heeft dat gedoogd. Hè? U hebt mede zitting genomen in dit kabinet. En in deze verrotte bestuurscultuur heeft dit kunnen gebeuren. Maar niet alleen dit. Ook de hele coronacrisis. En zo zijn er zoveel dingen. Klimaatsubsidies, de hele EU-problematiek, de immigratie. U bent daar allemaal verantwoordelijk voor. En misschien ga ik dan een klein beetje buiten mijn boekje. Het is toch een beetje een GroenLinks verhaal dat een beetje gemaskeerd wordt met een religieus sausje. Maar natuurlijk moet het land bestuurd worden. En dat is precies de oproep die ik heb gedaan. Dus ik begrijp verder niet wat u van mij wilt. De heer Segers. Ik geloof dat vandaag vasthoudende Kamerleden gewaardeerd worden. Dus ik ben gewoon vasthoudend. Ik ga mijn vraag weer herhalen. Dus u kunt iedereen erbij halen, mij weer van alles aanwrijven, dat mag allemaal. Feitelijke vraag, rustige vraag aan u. Hoe kan dit kabinet aan de slag? U zegt het moet aan de slag, het moet ouders compenseren, de crisis moet bestreden worden. Hoe kan een kabinet aan de slag, wat vanavond ontslagen wordt en direct met de tas buiten staat en niks meer kan? Hoe kunnen we aan de slag? Meneer Van Hagen. Ja, meneer Segers, ze zijn al een keer ontslagen en ze zijn al demissionair, dus ze zijn nog steeds in functie. En ik hoop dat ze zo snel mogelijk een nieuw kabinet vormen en dan hoogstwaarschijnlijk zonder u, maar met een andere partij. Ja.